Good morning! Het is maandag, tijd voor de start van mijn nieuwe vlog. Oh, en het is natuurlijk studiedag. Dat is iedere maandag bij mij. Ik heb net mijn opdracht voor Engels les 2 even bekeken. We leren Engels schrijven. En B2 niveau. En zo frustrerend vind ik het dat er waren heel veel mensen die niet door hadden dat we een opdracht hadden gekregen. En ik krijg gewoon meldingen binnen via Teams. En ik had heel netjes al, weet ik, ver moest het uiterst 8 maart ingeleverd worden. En ik had het ver daarvoor al ingeleverd, mijn e-mail. En nu heeft iedereen feedback gekregen, behalve ik. Nou, daar raak ik dan alweer een soort geïrriteerd van. Het zal allemaal wel weer goed komen. Maar toch denk ik dan, ja, weet je, ik ben een van de eerste die hem heeft ingeleverd. En ik ben degene die geen feedback krijgt. Maar oké. Okay. Ja, dat zal weer mijn dingetje zijn. En anders zal denken, maak je niet druk. Maar ik vind dat gewoon irritant. Volgende week heb ik een kennistoets. En ik moet eerlijk zeggen, ik moet me er echt helemaal in gaan verdiepen. Want ik heb er echt nog niet veel aan gedaan. Ik ben natuurlijk weer begonnen met werken. Dus ik moet echt weer helemaal, wat ik vorige vlog al zei, echt weer wennen. Ik moet echt landen en ik moet weer mijn draai vinden en aarde in alles. Dus, nou ja, ik heb in ieder geval mijn Engels les 2 alvast gevolgd. En nu ga ik eventjes, nu ga ik leren de hele ochtend tot een uurtje of, nou, het is nu bijna 10 uur, dus ik denk tot een uurtje of 1:30. Of nee, 1:30. Want 1:30 hebben we weer een meeting over een andere opdracht. En dan om 2:30 komt er iemand bij lesgeven voor Eve. Voor het eerst komt hij. Eve blijft, doet het eigenlijk hartstikke goed op school. In wiskunde nekt haar enorm. Het is echt iets wat haar struikelblok is. En heeft ze ook nog echt een hele slechte klik gehad. De eerste 2 jaar met de docenten. Vorig jaar met die docent. En vorig jaar ging die docent weg. Kwam er een nieuwe. Maar toen was de corona-lockdown. Ja, dat moest alles ineens online. Ze heeft echt veel achterstand opgelopen. Dus ik hoop heel erg dat Roy haar kan helpen te begrijpen. Want ze doet tweetalig VWO. En nu zou ze naar HAVO moeten. Volgend jaar is geen ramp overigens, maar dan zou ze naar HAVO moeten, maar eigenlijk gaat het alleen om wiskunde, dus super zonde. Dus nu heb ik geïnvesteerd in particuliere bijles, dus ik hoop zo dat ze een klik hebben en ik hoop zo dat het hem gaat lukken, haar het muntje laat vallen, al zijn het al zesjes, al zijn het maar net aan voldoende, is ook goed als het muntje maar een beetje valt. Maar ja, neem niet weg dat je als je heel lang slechte cijfers haalt voor een vak, dat je natuurlijk in je hoofd op het moment dat je een toets gaat maken, A, ben je mega zenuwachtig. En B, heb je er zelf gewoon veel minder vertrouwen in en dat werkt ook niet. Dus ik hoop echt dat we dit jaar nog door gaan komen op de goede manier. En anders gaat ze gewoon lekker naar 4 HAVO en dan kan ze daarna altijd nog VWO doen. Maar omdat ze TTO doet, heeft ze aan het eind van dit schooljaar een junior exam. Dat is dus voor Engels. Het zou zo zonde zijn als ze dat diploma niet haalt door wiskunde. Dus vingers gekruist en hopen dat dat goed gaat. En dan heb ik vanmiddag nog les. En dan komt daarna Tom weer met oma weer thuis. Dus, en ik heb weer een hele leuke week voor de boeg. Met allemaal leuke dingen. Leuke klanten, gezichtsbehandelingen, permanente make-up. Ik heb mijn vergunning weer rond, gelukkig. Dus permanente make-up, gezichtsbehandelingen, wenkbrauwen, acne, van alles. Dus we gaan lekker aan de bak. Dus jullie zien mij later. Echt serieus, de eerste dag zit er weer op van de week. Wat een drama school, niet normaal. Met heel irritante les, moet ik wel zeggen. We hebben dus een docent, 2 eigenlijk, die ons de kennislessen geeft. En het zijn meerdere leerdoelen, maar het loopt een beetje in elkaar over. Maar dan gingen ze net ineens iets in de les gooien, Dali of zo. En dat is dan
De verkorting van het leven door ziek zijn. En dat je dus eerder komt te overlijden door ziekte. En dan over landelijk weet ik veel. Het maakt ook helemaal niet uit. Ik snap ook helemaal niet wat we ermee moesten. Maar er was een berekening. En een klasgenootje van mij zei al. Nou, ik snap er helemaal niks van. En moeten we dit nu voor de toets weten? En wat krijgen we voor de informatie? Nou, we hebben nu alleen maar vraagtekens. Een week voor de toets. Dus ik heb mijn frustratie nog in de chat gezet. En daar reageren ze natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Dus, het is nu 5:30. Tom wordt ieder moment thuisgebracht. En ik denk echt, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb hoofdpijn van die les. Dat frustreert mij zo erg. Dan ben je de hele dag, denk je, nou, ik ga leren. En het is allemaal een beetje vaag. En dan zegt ze, het zijn maar 5 learning goals. Het is echt, nou ja, in ieder geval, dat zegt ze dan. En dan vervolgens krijg je alleen maar meer vraagtekens en nog meer vraagtekens. Dus laten we hopen dat de toets heel simpel is. Want nu ben ik er in ieder geval niet blij mee. Dus, en dan moet ik me deze hele week toe gaan zetten om te gaan leren. Terwijl je dan al denkt, nou, het wordt toch al K, punt, 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 punt. Dus, lekker begin van de week. Gelukkig kan ik morgen de hele dag werken. In de praktijk kan ik het lekker even vergeten. Maar vanavond doe ik lekker helemaal niks. Zo, kijk nou. Ik heb een pakketje gekregen van Gebsen, van Image Skincare. Ik heb namelijk meegedaan toen aan een actie. En dan kon je een hotelovernachting winnen. En dat was, dan moest je een actie doen met de Mind Your Mind en de nachtcremes. En ik had een infographic gemaakt. Maar Delia is er vandoor gegaan met prachtige... hotelovernachting, maar die had natuurlijk een slaapcoach en zo allemaal ingehuurd. En nu heb ik een pakketje gekregen. Dat heeft gisteren dus een mail over. Ik heb geen idee wat het is. Even kijken wat er staat. With compliments, lieve. Oké, een beetje jammer. Ze noemen me Tessa, terwijl ik Sabrina heet. Oké. Helaas niet gewonnen, maar toch een kleine troostprijs. We hopen dat je de volgende keer vol enthousiasme meedoet aan de actie. Dank je wel, liefst team van Image. Nou, wat is dit voor niks? Oh, kijk dan wat mooi. Image Skincare waterfles. Nou, dat vind ik toch heel leuk. Een onwijs lekker sheet mask. Die is natuurlijk top, anti-stress. En uiteraard een Mind Your Mind. Al moet ik zeggen dat slapen voor mij geen probleem is. Het is toch super leuk dat ik dan toch nog wat krijg voor de moeite die ik ervoor gedaan heb. Echt super leuk. Tom heeft net voor het eerst zwemles gehad weer. Precies tijden. En die had daarvoor natuurlijk maar iets van 3 zwemlessen gehad. Dus het was nog even een dingetje. Ik ben zelf maar even gegaan. Want de eerste keer is natuurlijk toch huilen. En toch wel spannend. En... maar uiteindelijk is het op zich wel aardig gegaan. Alleen hij gaat altijd naar zwemles met het idee. Ja, maar ik kan nog niet zwemmen. Wat natuurlijk logisch is. Maar hey, oké. Ik vind het echt een hele leuke fles. Zien jullie dat? En dan mooi oranje van de Vital C. Image Skincare. Superleuk. En ik heb nu nog een nieuwe klant op de stoel liggen. Een dame van 80 jaar oud. Die vond dat het tijd was dat ze voor zichzelf wat ging doen. En daarna ben ik klaar. Dan ga ik naar huis. En dan ga ik denk ik even mijn paardenvlog opnemen. Die moet ik dan ook nog even editen. Ik moet nog leren. Maar ik heb morgen heel veel uitvallers door allemaal snotneuzen. Iedereen in deze regio is verkouden. Vandaag was het stemmen. Dus ik ben nog even gauw wezen stemmen. Ik dacht ik doe het hier aan de overkant. Maar dat is Noordwijk. En dat kan dus blijkbaar niet. Dan moet je weer een andere stempas aanvragen. Wist ik het? Ik wist dat niet in ieder geval. Dus ik ben gauw naar Lissebroek gegaan voordat ik Tom op ging halen. Even stemmen voor mij en Menno. Daarna weer door Tom halen, zwemles, terug naar Noordwijk. Nu die klant, dan ga ik zo lekker naar huis. Maar ik moet zeggen dat ik nog steeds wel een beetje moe ben. Ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Ik ben toch wel een beetje lekker weer en een beetje zon. En ik ben heel blij als maandag mijn kennistoets voorbij is. Want dat is echt... killing, want het is de eerste toets met open vragen. Waar ze de vragen ook in het Engels stellen. Nou, dat vind ik dan niet zo ramp. Je mag dan weer in Nederlands antwoorden. Maar
Ja, we hebben nog geen open vraagtoets gehad. Dus het is een beetje dat je denkt, red ik het wel in de tijd? En ja, hoe diep gaat het allemaal? Want het gaat over ondernemerschap. En denk, ja, dat doe ik al 12 jaar. Maar ja, misschien denk ik er wel weer te makkelijk over. Dus, nou ja. Anyway, ik ga mijn klant even lekker masseren. En dan gaan we lekker weer de dag voortzetten met alle andere verplichtingen die we hebben. Dus, see you soon. Good morning. Het is donderdagochtend en iedereen heeft last van verkoudheden. Het is niet normaal. Dus, de ochtend was bijna leeggelopen. Dus ik heb eind van de ochtend pas werk. Dus ik ga nu lekker rennen. En nou, jullie zien mij later weer. Ik denk, laten we dat maar lekker gaan doen. Even wat afleiding. Zo, het is alweer vrijdag. Het is gewoon alweer bijna weekend. En ik heb mijn lekkere werkdag weer bijna achter de rug. Het is nog niet zo laat hoor. Het is pas bij 11. Ik heb straks 12 uur nog eventjes een klant. Ik had 1 uitvallertje. En dan heb ik vanmiddag na de lunch nog even een klant. Dan ga ik heel gauw naar huis. Ik kom KPN glasdraad aanleggen. En ik krijg iets om te testen. Maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Net had ik een hele lieve klant van mij. Die ik echt al van het begin van mijn praktijktijd heb. Haar man is in de coronatijd helaas overleden. Dus dit is de eerste keer dat ik haar weer zag. En dan denk ik, ja, het is toch allemaal bijzonder het werk wat ik doe. Weet je, mensen delen van alles met mij. En ja, het doet wel wat met mij, moet ik zeggen. Dus ja, het is een super lieve vrouw. En nou ja, het doet gewoon wel wat met me. En verder ben ik druk met leren. Ik heb niet onwijs veel gevlogd deze week. En dat komt gewoon omdat ik ieder moment probeer te pakken om te leren. En dat heeft ermee te maken dat ik maandag weer een kennistoets heb. En ik vind hem super spannend, want het is met open vragen, Engelse vragen, waar we dan weer Nederlands op mogen antwoorden. Maar ik heb geen idee wat het inhoudt, dus ik ben er wel een beetje stressie onder. Dus ik ben dat nu nog even aan het doen. En dit weekend gaan wij onze caravan een beetje, als het goed is, oplappen. En misschien gaan wij aan de slag bij stal, want het is een beetje afhankelijk. We hebben een luifel voor onze caravan besteld. Of die tijdig binnenkomt. Ik ben zo blij. Ik heb zo'n zin om weer te gaan kamperen. En wij gaan met Pasen dus even lekker kamperen. En daar heb ik zo onwijs veel zin in. We hebben de caravan eind van het afgelopen jaar gekocht. Dus we zijn 2 keer wezen kamperen nu. Dus het was allemaal nog zoeken en doen. En dus nu gaan we even een lang weekend. Ik heb er echt super veel zin in. En ik ga nog even kijken, want ik kreeg van de week een vraag van iemand over de SPF van Toscani. Die verkoop ik heel erg veel, omdat de hydraterende crème van Image niet zo fijn is. En ja, de 32 verkoop ik heel erg veel. 50 verkoop ik overigens ook, alleen die is iets stugger. Er zijn er toch heel veel die voor Toscani kiezen, maar er staat dus parfum op. Maar wat heel belangrijk is om te weten, ik heb nu echt geen tijd om helemaal tot in de puntjes wetenschappelijk onderzoeken na te slaan. Maar je hebt het etiket en wat vooraan staat is wat er het meest in zit. En wat helemaal onderaan staat wat er het minst in zit. Dan is er verschil tussen etiketten van producten uit Amerika en producten uit Europa. Toscani komt uit Europa. Dus dat betekent dat alles er eigenlijk op staat. Vanaf 1% of vanaf 0,1%. Ik weet het niet. Zie, dat bedoel ik. Ik moet het echt goed nalezen. Vanaf een bepaald percentage staat erop. Maar parfum zit erin, maar heel laag. En het is een parfum wat in Europa is goedgekeurd om op de huid aan te brengen. De parfum die erin zit is dus een huidvriendelijke parfum. En waarom zit dat er nu in? Als je de echte zonfilters hebt, ruikt ontzettend smerig. Het is echt gewoon niet lekker. Dus zit het erin om te voorkomen dat je het niet smeert omdat het niet lekker ruikt. Maar de producten die in Europese, de ingrediënten die in Europese producten zitten,
zoals Toscani, komt uit Spanje. Is dus positief en niet negatief voor de huid. Image Skincare komt daarbij uit Amerika. En in Amerika is de regelgeving weer anders. Daar hoeven ze weer niet zo heel veel te vertellen op etiketten. Dus, maar ja, ik kan daar nu niet. Ik moet daar echt, voordat ik al mijn uitspraken doe, wil ik echt jullie de daadwerkelijke feiten kunnen vertellen. En dat red ik nu niet, want ik wil echt mijn tijd gaan besteden aan uiteraard mijn toets. Dan is het nu wel heel belangrijk, als jullie nu naar buiten kijken. Het is heel druk aan de overkant bij ons, want er zijn altijd begrafenissen. Nou, je kan het niet eens echt zien, maar het zonnetje schijnt. Super fijn, super lekker. Temperatuur is nog niet zo hoog, want ik heb ook vanmorgen nog ijs op mijn ruit gehad. Maar de zon is er. Dus start alsjeblieft met smeren van minimaal SPF 30. Het is echt super belangrijk dat je je goed insmeert om te voorkomen dat de huid extreem veroudert. Ik ben gisteren trouwens wezen hardlopen weer, want dat was weer de tweede keer eigenlijk pas met mijn nieuwe schoenen. Want ik had vorige week mega spierpijn en toen stormde het en waaide het. En dan krijg je mij echt niet in mijn hardloopschoenen. Regen vind ik prima, maar wind niet. Gisteren in de duinen wezen lopen. Ik liep gewoon meer dan een minuut per kilometer sneller. Echt, het ging super goed. En nu voel ik een beetje mijn bovenbenen, mijn beel, zeg maar, die overgang. Maar eigenlijk verder niet. Dat moet ik natuurlijk morgen afwachten, want dag 2 is altijd erger. Maar ik geloof dat mijn lichaam het wel weer heel erg leuk vindt. Ik in ieder geval wel. Ik ga nu snel leren. En ik kom later nog wel terug met nog een stukje vlog. En wellicht ga ik jullie delen wat ik dan ga testen. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik ga er nog even goed over nadenken. Ik hou het spannend. Zo, het is zaterdag. Het is 3:00. Ik had al lang alles al naar Nicolien moeten sturen. Ik ben veel te laat, maar ik doe tegenwoordig dus sinds 2 weken. Dus het is de 3e keer. Gewoon weekboodschappen. En ik moest je zeggen, ik vind dat zo lekker. Ik heb er altijd heel erg tegen opgezien. Omdat je van tevoren moet bedenken wat je allemaal moet gaan doen en zo. En, maar eigenlijk vind ik het nu wel fantastisch. Mijn dag is al vroeg begonnen. Want ik zal het even laten zien. Onze boompjes. Die twee, deze en die. Die zijn vanmorgen door Tim van Wetten. De hovenier. Zijn ze weer gesnoeid. Die laat ik altijd lekker dat doen. Kan het zelf ook wel met een tangetje. Maar hij voert het gelijk af. En hey. Toen ben ik dus alle boodschappen gaan doen. Oh nee, ze hebben eerst houten palen gaan halen. Voor ons land van paarden. En die hebben we afgeleverd. En daarna zijn we dus de weekboodschappen gaan doen. Hebben we voor Tom nieuwe schoentjes gekocht. Hele leuke, gave witte Nikes. En ik had nog wat anders dat we laten zien. Ik vond ze echt heel gaaf. Kijk dan. Zijn die stoer of wat? Stoere replays. Ik vind ze zo leuk. En papa had ook nieuwe schoentjes. Laat zien. Superleuk. En nou, ik stel mezelf gewoon even lekker uit. En daarna zijn we dus de boodschappen gaan doen. En ben ik even langs mijn grote vriend Louis gegaan. Want die staat altijd bij de keuken of met een bloemenkraam op de bloemenboulevard. Met zijn broer. En ik heb weer 2 mooie bos tulpen gehaald. En mooie bolletjes voor bij mijn schoonmoeder op het graf. Dan ziet dat er ook weer allemaal lekker vrolijk en florissant uit. En wat ik jullie nog wilde delen. Ik ben 30 maart jaar en ik heb afgelopen zaterdag mijn verjaardagscadeau gekregen. Kijk eens. En jullie weten natuurlijk hoe gek ik ben op cappuccino. En hier zit nu dus havermelk in. En dan doe je gewoon cappuccino. En dan aan. Hij gaat wel even malen hoor, let op. Een beetje herrie, maar het is maar heel even. Maar ik heb dus mijn eigen barista, moet je opletten. Normaal deed ik natuurlijk mijn melk op schuimer. Die gaat naar een vriendin van mij. Die van haar was toevallig gesneuveld. Dus ik zei, nou, je mag die bij mij wel hebben.
En nu gaat hij dus gewoon mijn cappuccino helemaal klaarmaken. Van A tot Z. Die heb ik dus van Menno en van mijn ouders gekregen. Van mijn kinderen. Kijk dan. Echt, ik ben er zo blij mee. Ja, dus dat is iets wat mij dus heel gelukkig maakt. Tulpen en een cappuccino. Of een rozeetje hoor trouwens. En morgen gaan we even bij vrienden gaan we wat drinken. Op coronaproof manier uiteraard. Maar maandag heb ik dus mijn kennistoets. En af en toe dan pak ik het erbij. Kijk, jullie zien dat het licht hier ook gewoon te liggen. Maar ik weet niet wat het is. Ik zie er een soort van tegenop. Ik heb er een soort van geen zin in. En ik denk een soort van, ik zie het wel. Zeker omdat het gewoon geen docent is waarvan ik denk, daar word ik heel erg door gemotiveerd. Daar word ik heel erg blij van. Helemaal niet. Ik vind de docent helemaal niet aardig en niet vriendelijk. Dus, en ze doet ook heel onaardig. Eén van de twee in ieder geval moet ik zeggen hoor. Want eentje is gewoon nog heel jong, maar die andere is echt gewoon niet vriendelijk. En gelukkig ben ik niet de enige die dat vindt. Morgen moet ik trouwens, oh nee, morgen is zondag. Maandag ga ik me ook inschrijven voor de minoren. En ik heb gekozen voor twee ondernemers minoren. En dan leer je een businessplan opzetten. En je leert het ook uitvoeren. Dus de eerste 20 weken ga je echt een heel officieel businessplan opzetten. En daarna ga je het gewoon uitvoeren. En dan ga je het gewoon doen. En zoals jullie weten wil ik heel graag met een bepaald apparaat van start gaan. Maar dat ga ik dit keer heel wijselijk doen. Niet door het gewoon maar te doen, maar door er echt heel bewust mee aan de slag te gaan. Toen had ik ook nog een eerstejaarsstudent, een hele leuke meid, die nu acne heeft en geen plek kan vinden om te oefenen en te leren. Dus die gaat bij mij in de praktijk langs mag komen, dus die komt ook in april eventjes gezellig langs. Een dagje en dan ga ik haar een beetje de klappen van de zweep laten zien. Dus ik ga nu dit allemaal eerst naar Nicolien sturen en dan ga ik alles wat in mijn map zit nog doornemen. Morgen ook nog maar even en dan zie ik het maandag wel, weet je. Het is een open vragentoets en ik heb gewoon geen idee wat ik kan verwachten. Ik weet niet hoe moeilijk het is of hoe makkelijk het is. Dat maakt het gewoon heel lastig en iedereen heeft er wel een beetje stress van. Omdat iedereen denkt, ja weet je, we willen gewoon weten waar we aan toe zijn. Dus ja, dat was een beetje mijn week. Het is een beetje een chaotische vlog. Wat ik ga testen, ga ik volgende week pas met jullie delen. Want daar heb ik woensdagavond nog een extra introductie van. Dus ga je goed smeren, hè? Dat is heel erg belangrijk. En we hebben nog die fantastische pakketten met die cleansers in die duo. Zitten in onwijs mooie dozen en het is echt heel erg mooi. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje. En de brush-on blocks, die gaan al heel erg hard. Dus heb jij die vorig jaar gekocht, vergeet dan niet die navulling inmiddels te bestellen. Hè? Want het blijft ongeveer 9 tot 12 maanden goed. Dus als je het vorig jaar maart, april hebt aangeschaft, dan moet er een nieuw potje onder. Want die is dan uitgewerkt. Kan je gewoon ook onder het potje kan je zien wat de datum is. Dus bestel even een nieuw potje. Weet je niet wat het is? Nou, zou ik zeggen, neem even een kijkje. Want weet je wat? Ik pak hem er even bij. Blijf zitten. Ik zoek hem even op. Want ik heb hem altijd in mijn tas. Echt serieus. Altijd. En waarom is dat? Omdat je heel vaak van die dagen hebt dat je ineens denkt, het is ineens toch best wel warm. En het zonnetje is aanwezig. En bij mij zit er onder maart 21. Dus dames, kijk even. Er moet weer een nieuw potje onder. Dus hij kan nog deze maand. En daarna is de kracht echt weg. Voor de mensen die niet weten wat het is. De brush-on blok. Check. Dit is de brush-on blok. Dit is dus mijn grote vriend. En je doet met zo'n potje ongeveer een jaar. Dus weet je, dat is het geld ook niet. Het uit mijn hoofd was een potje 44, 95. Ik weet het niet. Ik ga niks zeggen, want dan gaat er weer mis. Kijk even op de site. De Suzanne Posnick brush-on blok. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk. Joehoe. Ik kan gelijk gaan stoffen. Maar nu hebben jullie het wel gezien.
Dit is dus een transparant poeder. En de poeder wat hier zit, komt uit dit potje. Je hoeft niks te doen. Het is een kwestie van, zo is die dicht, kwartslag is die open. En wat je doet, is je doet gewoon dit. Zo. En je kan het gewoon over je gezicht doen. Zo. Wat mooi is, omdat die transparant is, laat hij alles verder zitten. Je blush, alles blijft zitten. En zoals je ziet ben je gelijk super mooi gematteerd. Hij mag ook over de ogen heen. Mag, hoeft niet. En je kan hem over je wenkbrauwen doen als je permanente make-up hebt. Een SPF 30 in poedervorm, minerale poeder. Dus voorkomt de vorming van talg. Voorkomt dus onzuiverheden. Egaliseert licht, maar hij is transparant. Dus je hoeft niet bang te zijn voor de kleur. En dit is dus met zinkoxide en titaniumdioxide. 15% titaniumdioxide en 12% zinkoxide. Dus zijn hele mooie fysische filters. Water resist, dus als je een beetje zweet is het ook niet erg. Houd 80 minuten op het moment dat je gaat zwemmen. En je gaat echt heel erg zweten. Zou ik hem gewoon iedere uur en een kwartier opnieuw aanbrengen. Maar met dit weer, als je naar buiten gaat en het is zonnig, kan je deze gewoon aanbrengen. Ik vind het nog steeds de beste uitvinding ever. Dus check eventjes de webshop en check eventjes het potje en de datum. En bestel waar nodig even de nieuwe. Hè? Zorg dat je er op tijd bij bent. Dus de Brussel Blok. Supermooi. Dus ladies, ik ga jullie een heel, en misschien gentlemen die ook kijken. Ik ga jullie in ieder geval een heel fijn weekend nog toewensen. Want misschien kijken jullie het op zondag. En anders een hele fijne week toegewenst. Ik hoop dat jullie voor mij duimen dat mijn toets goed gaat. En ik heb weer nieuwe volgers erbij. Super bedankt dat je mij wil volgen. Het is nu een beetje chaotisch omdat ik mijn toetsen heb. En ben weer aan het werk en ik moet weer een beetje aarden. Met mijn spierpijn gaat trouwens heel erg goed. Valt reuze mee. Dus ik ga nu afsluiten, alles naar Nicolien sturen. En ik zie jullie volgende week, hopelijk met een goed cijfer.